Mijn favoriete voorbeeld is familieopstellingen. Familieopstelling is een hype op het ogenblik. Super populair. Iedereen doet altijd, ah, geweldig, familieopstellingen. Ah, ah. Zijn hier mensen fan van familieopstellingen? Ja, familieopstelling fans. Ik heb niks tegen familieopstellingen. Nou, ik heb heel veel tegen familieopstellingen, maar ik doe alsof ik er niks tegen heb. Omdat ik anders te veel mensen in de zaal kwijtraak. Dus ik vind het prima dat mensen familieopstellingen doen, lekker doen. Er zijn ook mensen die vissen. Ik leef vandaag maar eens kanaal vol mensen vissen. Ik heb er geen behoefte aan, maar ik vind het prima. Maar wat echt fout is, met een hoofdletter, is dat NLP'ers familieopstellingen gaan doen en dat nog steeds denken dat ze NLP doen. Dat kan niet. Want familieopstellingen heeft allemaal uitgangspunten die recht tegen ingaan tegen de richtlijnen van NLP. Dat betekent geen zin dat als je toch met je familie een beetje opgesteld wil zijn, dan kan je dat best doen als NLP'ers, maar dan moet je daadwerkelijk eerst een NLP-variant van familieopstellingen maken. En ik weet niet wat het is met die luie NLP-trainers. Ik hoop A, dat ze geleerd hebben dat NLP een manier is om menselijk gedrag in kaart te brengen. Waarom doen ze dat dan niet? Ik wacht op jou, hè? Nou ja, ik heb een voor mij familieopstelling. We hebben gelukkig Mike Smyers. Mike is supergoed in het in kaart brengen van menselijk gedrag. Elke keer als ik iets in kaart gebracht wil hebben zonder ik het zelf wil doen, stuur ik Mike. We kennen jullie Wim Hof? Ja. Mike is bezig al zijn geheimen te ontfutselen. Hoop ik. Wanneer is de volgende afspraak? Die is gecanceld en die heeft opnieuw ingepland. Oh. Dat doe ik dus wel. Ik neem dus wel maatregelen als er een spaak in het woord is, een staaf in het woord. Wat is fout aan familieopstellingen? Dus wat is fout aan familieopstellingen? Heel supersnel. Is dat A, familieopstellingen is een hypnotisch proces. Dus waarom gaan mensen dan, het voelt heel erg fijn en geweldig, omdat ze gehypnotiseerd worden. Ja. Er zijn een aantal hypnotische principes. Een van die hypnotische principes zijn identificatieprocessen. Zodra je iemand vraagt te identificeren met iemand anders, dan gaan ze in een soort transachtige toestand. En dat is lekker. Ik heb zelden of nooit een familieopstelling, trainer, of begeleider, facilitator van meegemaakt, die door had dat hij aan het hypnotiseren was. Dat in mijn beleving, als je hypnose doet zonder dat je doet dat je hypnose doet, is een onnodig risico. Het tweede punt is, dit zijn de slechte familieopstellingen. Ik begrijp dat jullie allemaal de goede familieopstellingen hebben gedaan. Maar elke keer als ik het zeg, zeggen ze allemaal, nou, bij mij is het niet zo hoor. Nee, maar dat doen ze overal. Dat denk je niet door. Of tenminste denk je. Maar is dat een feit, een fout die ze maken, is dat ze een submodaliteit, dus een soort vormeigenschap, betekenis gaan geven. Dus ik moest ooit met mijn ouders in een zaal, dat is een pijnlijk onderwerp. Ik ben ooit een keer naar de instelling voor jeugd en gezin gegaan. Omdat mijn ouders niet goed opgevoed waren. En dan moest ik een plaatje maken, een soort familieopstelling. Van hoe zie je je familie? Ja, ik ben een vrij logisch iemand. Dus hoe zie je mijn familie? Nou, dan gaan we eens eventjes op volgorde van de leeftijd een familieopstelling maken. Mijn vader, ja, die is wat. Mijn moeder. Dan ben ik er, ik ben klein en een zusje. Nou, dat vond ze niet goed. Dat kon niet, zou konden niet. Maar dan komt er namelijk mensen ten onrechte denken dat als je iemand ver weg neerzet, dat betekent dat je ze niet mag. En als je ze dichtbij zet, dan hou je van ze. Maar dat is onzin. Ik hou graag mijn vijanden dichtbij, zodat je in de gaten kan houden wat ze doen. En als ik van iemand hou en vertrouw, dan kan ik het best op afstand zetten, want dan denk ik dat zit goed. Dus goede familieopstellingen, die gaan eerst dat soort dingen uitzoeken en dan pas dat soort dingen doen. En dus ik denk dat je, ik hoef het niet te doen, maar als je familieopstellingen moet doen en je bent NLP'er, ga dan in termen van NLP-strategieën uitzoeken wat mensen doen tijdens familieopstellingen. Maak er een NLP-versie van en zorg dan. Kijk, NLP claimt dat alles wat je met NLP doet, dat het een stuk beter gaat. Zijn er bakkers in de zaal? Ik doe dit werk sinds 2004. Er is één keer echt een bakker in de zaal. Ja. Maar mijn claim is dat een NLP-bakker een betere bakker is dan een gewone bakker. Dat is de claim die NLP maakt. Het maakt niet uit wat je doet. Als je de NLP-variant doet, doe je het beter. Mijn ervaring is dat zelf. Ik wilde in de jaren 90 DJ worden. Ik kon er geen hout van. Ik dacht wel zelf dat ik echt twee Tiësto was. Ah, goed man. De rest vond ik echt verschrikkelijk. Nu ben ik een NLP-DJ, nu kan ik supergoed DJ'en. Wie gelooft, wordt vriend met mij op Facebook en zegt, ik wil even de DJ-geluidjes horen. Ik heb een soort illegale secret download site, kan je mixen downloaden. En mensen die het gehoord hebben, denken allemaal, wow, goed hé. Ja, maar dan komt dat dankzij Richard Bentler, hypnose en NLP, ik daadwerkelijk kan DJ'en. Ja, dus
Ik denk dat als je dus de NLP-familieopstellingen variant maakt, dat het dus een veel betere familieopstelling weer is om te doen, dan als je gewoon normale familieopstellingen doet. Dus ik denk, A, kan je al het goede behouden, en B, kan je beter worden. Wat denk je? Wat zeg je? Het is een soort Don Quixote gevecht tegen windmolens. Dus...